Dark Souls is makkelijk. Makkelijk. Maar dan ook echt makkelijk de moeilijkste game die ik in jaren heb gespeeld. Wat jij? Hij is mij doogloos moeilijk gewoon. Dark Souls is dus een actie-RPG waarbij je in een gigantische wereld rondloopt en eigenlijk alles moet doden wat je maar kunt vinden. Met het nadeel dat jij 10 keer, misschien wel 100 keer vaker zult doodgaan dan al die andere dingen. Het is een gigantisch moeilijke game. Dat je waarschijnlijk vaker zult doodgaan, gewoon echt. Deze game gaat gegarandeerd gewoon continu dood. De website van de game heet preparetodie.com. Nou, dan weet je het al een beetje. De reden waarom Dark Souls zo moeilijk is, is omdat het gewoon echt relentless is. Ik bedoel, je hebt gewoon een armor aan, je hebt een zwaard en het hakken gaat redelijk realistisch. Dus je doet echt de tijd over je slagen. De vijanden, die hebben wat meer trucjes in huis. Die komen vaak in groepen op je af. Die hebben bijlen die groter zijn dan jezelf. En daarom moet je alles wat je doet, moet je heel voorzichtig aanpakken. Elke hoek die je omgaat, moet je echt. Je kunt er niet zomaar op dingen rushen. Je moet echt de tijd nemen, je moet leren. Je moet leren van het sterven. Sterven is zo essentieel in Dark Souls, dat je het gewoon moet accepteren. En ja, niet iedereen zal dat leuk vinden. Nee, maar het ligt er ook een beetje aan welke skill je hebt gekozen. Ik bedoel, je hebt 8 verschillende skills. Iedereen heeft zo zijn eigen technieken. De een waar jij het over had, was met een zwaar. Nou, ik was bijvoorbeeld een lander. Dus ik had een hele andere soort skills waarmee ik om moest gaan. Dus je merkt wel dat als je later in co-op met elkaar gaat spelen, dat je elkaar wel nodig zult hebben. Ja, maar. En iedereen heeft wel een hele andere manier van hoe je dat beleeft. Maar de game rust zo erg op equipment, dat als je equipment aanpast, je in principe die andere classes waar je het over hebt, dat je die ook weer kunt aannemen. Voor de beginnelingen, ik raad jullie aan om niet de zwaarste class te kiezen, want dan kun je niet rollen. En rollen is echt essentieel. Als je niet kunt rollen in een boss fight, ben je dood. Dus de kleine tip. Want niet alleen zijn de baas gigantisch moeilijk, heb je soms zelfs moeite met normale vijanden. Maar elke keer als je. Skeletten. Die skeletten waren vet, totdat je dan de hoek omgaat en dan komt er eentje die 3 keer zo groot is. Ja, en ook nog eens met die vuurballen naar beneden gooit. En, maar elke keer als je een vijand verslaat, krijg je de souls, zielen. Met die zielen, dat is een beetje het geld in de game. Daarmee kun je upgrades kopen, daarmee kun je jezelf levelen. En wat het dus nog moeilijker maakt, is dat als je doodgaat, je al die zielen kwijtraakt. Ja, maar je kan ze daarna weer, als je op hetzelfde punt terecht bent gekomen, dus wel eens een half uur wandelen, kan je hem weer oppakken en dan krijg je ze terug. Maar ga je op hetzelfde punt komt. Ga je in de tussentijd dood, ben je het gewoon kwijt. Zo meedogenloos hard is deze game. Ik haatte mezelf echt toen ik een keer 1200 zielen had of zo en ik liep gewoon van de cliff af en ik was al mijn zielen kwijt. Deze game werkt zo ontzettend verslavend, want elke keer dat jij echt zo'n grote vijand hebt verslagen, voel je zo trots. Hè? Het is gewoon niet zoals bij een gewone railway shooter, weet je wel, dat je denkt van nou, mijn missie heb ik behaald. Nee, bij deze ga je echt gewoon op je stoel staan en brullen gewoon. Ik kan me nog herinneren dat ik de allereerste Zelda speelde op de NES en die had een beetje hetzelfde opzet. Je werd niet aan het handje genomen, je werd gewoon in de wereld geknald en zoek het maar uit. En Dark Souls is denk ik de eerste game in jaren, echt een moderne game, die dat ook durft te doen. Die echt durft te zeggen van weet je wat, hier heb je een prachtige wereld, doe je ding, maar we maken het je wel moeilijk. En dat klinkt heel lullig en het klinkt alsof je op een gegeven moment je controle door de kamer wil smijten. En ik heb het ook een paar keer bijna gedaan. Maar het gevoel dat je hebt als je een paar meter bent ver gekomen, omdat je toch dat groepje skeletten hebt weten te doden. En dat je dan toch opeens een grot ontdekt, of dat je gewoon ervoor gevochten hebt. Dat is zo zeldzaam, dat zie je gewoon niet meer vandaag de dag in games. En je wordt echt ontzettend blij word je gewoon als je behaald hebt. Want dan kom je weer bij zo'n bonfire aan en dan kan je weer je zielen inleveren. En wat er ook nog eens heel leuk is, want we hadden het dus net eigenlijk over die zielen die je misschien dan kwijt kon raken en alles. En wat ook is dat wat vaak mensen vergeten is dat als je doodgaat in Dark Souls, dan word je een hollow. En dat is dus een zielloos personage. Als jij zielloos bent, dan
ben je geen mens en dan kan je dus ook niet co-oppen eventueel met andere mensen die er online zijn. Wil jij gaan co-oppen, dus stel je voor wij willen met elkaar gaan spelen, moet ik eerst zorgen dat ik weer een ziel terugwin in de game. Die kan ik dan bij zo'n kampvuurtje, wat ook tegelijkertijd de save point is, kan je die activeren. En ja, dan pas kan je weer online spelen. Maar het beste van de save points vind ik dat het niet echt de rust geeft die je verwacht van een save point. Nee, nee, dat had ik ook. Want zodra je die save point dus gebruikte, hè, echt, je steekt het aan. Nou, alles wat je dus net hebt doodgemaakt achter je rug komt dan weer tot leven. Dat spawnt weer. Dus je kunt saven, je kunt je potions weer aanvullen, je kunt even tot rust komen. Maar je weet, als ik hier save, is iedereen die ik zojuist vermoord heb in deze area, los van de bazen gelukkig, die worden weer gespawnd. En dat geeft zo'n soort risk-reward element aan de game. Ja. Dat zorgt er echt voor dat je tactisch moet omgaan met waar je jezelf weer gaat opladen. En dat is wat Dark Souls zo goed maakt. Het is relentless. Het laat je nooit los. Het geeft je nooit het gevoel van rust. En er is geen andere game die dat durft. Dark Souls is een van de beste games van dit jaar, maar begrijp niet verkeerd, dit is niet een game voor iedereen. Deze game zal echt de diepste frustraties bij je naar boven halen. Het zal je testen op elk mogelijk front, het zal je totaal geen rust gunnen. Maar paradoxaal is het daarom juist ontzettend leuk en ontzettend bevredigend. Ik vind hem moeilijk. Hij is tof, maar hij is gewoon fucking moeilijk. Heel moeilijk.